Frank Dekker is bezig aan zijn laatste weken als doelman van SV Venray. De Blerikse sluitpost staat aanstaande zondag voor het laatst onder de lat als Venray op bezoek gaat bij Geldrop. Voor mij een nieuw avontuur. Sluiten we een mooie carrière af en beginnen we aan wat nieuws. Ja, is wel voor Venray misschien wel een beetje vervelend. Ja, nee, dat klopt. Absoluut. Ik had graag een seizoen afgemaakt. En ik ben hierheen gekomen afgelopen seizoen met intentie om een aantal jaar hier te spelen. Maar als er een trein voorbij komt waar je op kan stappen, dan moet je die nemen. Die komt waarschijnlijk niet meer voorbij. En, die trein is een speciaal weercafé in Venlo, genaamd Brouwersplaats, op de Parade. En daar ben ik per 1 april ben ik de eigenaar, nemen we dat over. En dan gaan we daar iets moois van maken. Dekker deed onder andere met zijn maatje Robert Willemsen iedere week zijn best om verdedigend de poort gesloten te houden. Ook Willemsen vindt het jammer dat de doelman vertrekt. Ja, ik vind het heel jammer. Ja. Ik was toch blij dat hij naar Venray kwam deze zomer. Maar goed, ik snap hem ook wel. Dit is een droom van hem altijd al geweest. En nu kan hij die droom gaan waarmaken. En dan, hij heeft natuurlijk altijd heel fanatiek bezig geweest met voetballen. Maar dan gaat dat voor en dat snap ik ook. Dus ik vind het heel jammer, maar goed, het is begrijpelijk. De goalie vond het jammer dat hij niet kon blijven. Maar hij kon de uitdaging niet laten lopen. Anders ben ik er een aantal jaar gebleven. En ik ken Robert goed. En mijn beste vriend Sander is nu hier gekomen. Ook een goede vriend. En dat was wel motivatie om door te gaan nog een aantal jaar. Ik ben goed opgevangen door de spelers. Ik voel me gelijk thuis eigenlijk. En een hele warme club. En niets dan lof. Afgelopen zondag zou de doelman voor het laatst in een thuiswedstrijd onder de lat staan. Maar door de harde wind werd het duel met de Valk afgelast. Met een vijfde plaats op de ranglijst is er nog veel mogelijk voor Venray. En op het goede afloop van het seizoen een biertje drinken bij Frank in het café? Ja, laten we het hopen. Want we hebben altijd nog de derde periode waar we mee kunnen gaan doen. En we moeten gewoon proberen om zo mogelijk te komen op de ranglijst. We gaan er gewoon voor. Dus en dan zien we wel. Op zondag 24 maart staat de derby tegen Withorst op het programma. Dan staat Sam Stiphout zo goed als zeker voor het eerst onder de lat.